over de rooien. Hallo, met wie? Hoi, met Patricia. Patricia, hey. Goedenavond. Hi. Jij bent een bikkel. Ja, best wel. Want dit keer geen slapgouwhoer dat je je vriend gaat bellen of zo. Nee, Patricia die denkt, ik ga mijn eigen moeder in de zeik nemen. Oh. Ja. Heeft ze dat verdiend dan? Ja, goed. Ik bedoel, het is wel zoiets van, ja, ze roept al heel lang van, ja, ik wil voor mijn 50ste geen oma worden en zo. En we hebben wel eens een grapje erover gemaakt en zo. En dan wordt ze wel chagrijnig. Dus ik denk van, ja, gewoon even flink. Jij verstaan. Ik pak er even. Oké, hoe heet je mama? Sylvia. Nou, dan gaan we er nu proberen te bellen. Heel veel succes. Krijg jij er binnen anderhalve minuut over de rooien. Dan is het feest en ga je er vandoor met de prijzen. Succes. Oké, super. Hallo? Hi mama, met mij. Hey, waarom bel je anoniem? Ja, ik moet even snel bellen. Ik heb een probleem, mama. Wat dan? Ja, ik ben niet ongesteld geworden. Ik heb net een test gedaan. En nou blijf ik zwanger te zijn. En pardon? Ik denk dat het van Ahmed is. Want ja, dat van is wie? Een foutje. Hey, hallo. Hallo. Ja, dus even, doe eens even. Ik heb mijn ID-kaart, alles heeft hier. Hallo, doe eens even normaal jij. Hey, doe eens normaal. Als ik het kind niet hou en niet met hem trouw, dan ontspoort je mij. Doe eens normaal. Hey, hallo. Doe eens even uit, niet zo achterlijk, man. Wie is dat? Nee, dat is Ahmed. Wat is dat voor Ahmed? Wat is dat? Welke Ahmed? Van 3 deuren verder of zo? Hoeveel Ahmed ken je wel nu? Doe eens even normaal, jij. Het was maar één keertje. Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Ja, nee, sorry, maar ik heb nog... Ja, sorry. Maar hallo, sorry. Hij maakt me echt... Hij neemt mij mee. Sorry. Hij neemt je mee naar Ankara. Laat hem hier komen. Ik zal hem de botten brengen. Ik zal hem naar Ankara. Wat denkt hij wel niet? En jou erbij? Hij heeft alles afgepakt. Ja, kom hierheen. Ik breek je beide... Jou op punt 1 beide benen. En ik breek hem alle botten. En de familie erbij. Zeg, ben je niet goed bij je hoofd of zo? Ja, het was maar één foutje. Dat was maar één foutje. Dit is geen foutje. Dit is geen foutje. Hey Patricia, hang op. Ja. Hang op. Hey, wat is dit voor flauwekul? Niks, hang op. Hang op Patricia, kom op. Niks, Patricia. Godverdomme, kom eens aan die telefoon jij, scheidbak. Hang dan gewoon op. Hey scheidbak, kom eens aan die telefoon. Sylvia. Ja? Wat moet je van mijn dochter? ik wilde haar eigenlijk een prijzenpakket geven, want ze is live op Radio 538. Hallo, godverdomme! Kom op, hé! Sorry! Adrien, godverdomme, sorry, je bezorgt mijn hartjezak. Ik doe hem normaal, hé! Sorry, Sylvia. Ja, en jullie erbij! Godverdomme, je stelletje idioot! Sorry, het was... werkelijk, jongen, je wilt niet weten hoe ik hier in huis zit, hè? Het is normaal! Maar het is een grapje. Ja, het zijn geen leuke grapjes. Patricia? Ja. Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor... Jazeker, je wint 2 tickets voor Sexed Up op 8 februari in Hardersplaza. Je krijgt een snowboardles voor jou en je moeder bij sneeuwattractiepark Skidoom.nl in Rukven. En deze prijs wordt je aangeboden door Club Judge. Ja, helemaal super. Sylvia, sorry. Ja. Het zijn die nare jongens van de radio. Vergeef je het ons? Welke radio? 538. Welke zender? 538. Ja, die. Oké. Okay. Over de rol.